En het nieuwe schooljaar 2020-2021 zal niet meer aanvangen op 1 september 2020, zoals ex-minister Lilian Ferrier eerder tijdens een COVID-update had aangekondigd. De opening van het schooljaar zal volgens minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur per type school verschillen, afhankelijk van de afsluiting van het huidige schooljaar. Zo kan de lagere school bijvoorbeeld midden september starten, terwijl de middelbare scholen ergens in oktober. Levens zei dit vandaag tijdens de ANTV COVID-19 update. De zesde klassers die oefenen nu. En dan doen ze examen en hebben ze vakantie. De middelbare scholen die gaan nog een stukje langer door. Dus daarom is die hele discussie, moeten we 1 september open of niet? Ik heb nog geen duidelijk beeld, want je kunt niet alle scholen tegelijk opengooien. Dat is één, omdat ze niet op hetzelfde moment examens doen. De examenperiode is nu verspreid. En omdat het zo verspreid is, zal je ook verspreid open moeten gaan. Want als de middelbare scholen door hebben getrokken, kun je niet volgende week alweer openen. Dus dan moet je ze even de ruimte geven. Dus ik denk hardop dat de middelbare scholen iets later gaan beginnen, waarschijnlijk in oktober. En de lagere scholen zou je kunnen proberen midden september, derde week september. Maar nogmaals, ik ontvang de bonden pas volgende week en ik wil het ook met hun bespreken. Okay. De onderwijsminister gaat ook in op de toetsen die de zesde klasleerlingen van de lagere school zullen maken. Ze worden alleen getoetst op rekenen en taal. Eigenlijk moet je het zien als een diagnostische toets. Want deze minister gaat echt richting afschaffen van het examen zoals het nu is. Want het examen zoals het nu is, maar laat me voorzichtig zijn, ook dit moet ik met een bredere groep bespreken. Want ideetjes zijn leuk, maar je moet ze testen. Het examen zoals het nu is, bepaalt zoveel. En die kinderen zijn zo jong. Dus het moet een toets zijn die me informatie geeft van wat ze wel weten. En wat ze niet weten, daar moet ik aan gaan werken. Maar laat ze gewoon overgaan van de zesde klas lagere school naar de zevende klas. Dat nu als eerste klas MULO geldt, snap je? Maar laat het langzaam gaan. Laat ze overgaan van de zesde naar de zevende, van de zevende naar de achtste. En dan moet je proberen om in die MULO die we nu kennen, moet je niet alleen MULO A en B hebben, maar MULO A, B, C, D, E, F, G. Dat was dus onderwijsminister Marie Levens vandaag tijdens de COVID-19-update van ATV. De scholen zullen zeer waarschijnlijk niet meer op 1 september starten, zoals eerder was aangekondigd.